Zo, we zijn net naar Alita Battle Angel geweest. Een hele goede film. Ik had hier heel veel zin in om deze te zien. Ik had al de trailers gezien en ik zat er erg naar vooruit te kijken. Het is een verfilmde anime. En een anime is een Japanse strip. En dat zie je ook wel. De grote ogen van de heldin, zeg maar. Het gaat over een cyborg meisje dat op de rommelvelden van aarde is gevonden, ongeveer 400 jaar, 500 jaar in de toekomst. Er is blijkbaar een oorlog geweest en met die oorlog is de aarde bijna compleet vernield. Er is nog één luchtstad over en er kan niemand komen. Iedereen zit gewoon onder in een dump van een stad. Ja. Een soort arts weet haar te... Die vindt haar. Vindt haar en weet haar te... Het is heel mooi gedaan. Ik sloeg stijl achterover van de visuals van het is gewoon een film, gewone acteurs, maar hoe ze het gedaan hebben, fantastisch. Ja. Ik snap niet zo heel goed waarom het zo'n slechte recensies krijgt. Waarschijnlijk is dat omdat de originele de originele versie hiervan, van dit verhaal, de echte Japanse versie, zeg maar, anders is als dit verhaal. Dit is dus echt een soort van Amerikaanse versie van het origineel, zeg maar. En ja, ik denk dat het daardoor komt. Het zou kunnen, maar het wordt ook gezien als een financiële flop, helaas. Verbaast mij. Erg veel geld besteed om de film te maken en er is erg weinig voor teruggekomen, of er komt te weinig voor terug, heb ik begrepen. Ik vind dit jammer. Ja. Het verhaal is geschreven door James Cameron, de maker van Titanic, Avatar. Het is door Robert Rodriguez geregisseerd. Een echte naam in de filmwereld. Ik zou hier heel graag een vervolg van zien. Ja, dat echt komt er ook. Het zijn drie films volgens mij. Ik hoop het, want ik hoop niet dat ze hierna afhaken. Deze film krijgt van mij een dikke, dikke, dikke 9. Echt een dikke 9. Ik ben echt vermaakt. Jij mee? Ja, zeker een 10. Ja, jij altijd. Jij met je 10 altijd. Ja. Het is gewoon een goede film. Het is gewoon echt een hele goede film. Ga hem kijken. Ja.